In de pauze van FC Groningen Feyenoord staat Timber Tafs voor de camera van Eredivisie Live. Straks krijgen de fans van FC Groningen namelijk de mogelijkheid afscheid te nemen van de spits die eind augustus de overstap maakte naar PSV. Maar Tafs heeft een grote supporterschare opgebouwd in de periode dat hij bij de FC speelde. De grootste is misschien wel Aniek. Al 4 jaar ongeveer, denk ik, sinds dat hij hier al speelt. Ik ben al heel vaak naar hem toe geweest. En nu is hij weg en dat is wel heel erg jammer. Hij heeft ook hele mooie goals gemaakt. En echt, ik vond hem echt gaaf. Wat vond je nou het mooiste doelpunt van hem voor FC Groningen? Ik denk dat die thuiswedstrijd tegen Ajax. Toen Groningen achter stond, 2-1 en toen werd het 2-2. Toen had hij die doelpunt gemaakt. Dat was denk ik het mooiste. Nou, heb je ook iets voor hem meegenomen? Laat eens zien. En wanneer heb je deze gemaakt? Van de week, want ik wist het toen pas dat hij wegging. En toen dacht ik, ik moet nu snel bezig. En toen heb ik het snel allemaal gekocht en allemaal gemaakt. En er staat ook een foto op met jullie beiden, hè? Ja, dat was de eerste foto dat ik met hem op foto ging. Nou, zeg maar dat hij heel erg zijn best doet bij PSV en heel veel plezier. Ja, ik zeg mooi cadeau en dankjewel. Dankjewel naar Aniek en bedankt echt. Het is echt mooi. Hoe bevalt het bij PSV? Nou, goed. Nou, is goed. Beetje teruggesteld naar gisteren, maar voor de rest is echt goed dat. Ja, want je bent gewoon rustig daar verder gegaan, wat je hier ook deed, scoren. Ja, maar ik hoop dat ik doe vaker dit en dat komt goed. Halve tegen Groningen in november. Ja, we gaan zien.